Bij mij zijn er vijf grote of vijf luiken die ik had willen aankaarten. En ik zou het ook appreciëren mochten jullie nadien op die vijf punten ook terugkomen. We hebben gelezen in de krant dat mevrouw de voorzitter uw meneer Magnet gezien hebt. Paul Magnet van de PS samen met de CEO. En ik wilde gewoon weten hoe het komt dat u enkel één voorzitter gezien hebt. U hebt mijn voorzitter Bart de Wever niet gezien. Samen met de CEO, je hebt andere voorzitters niet gezien. Ik wilde even horen hoe dat u dat kadert. Waarom is meneer Magnet belangrijker dan anderen? Is die dat? Wat is daar het nut van geweest? En er zijn natuurlijk ook verhalen in de pers gaande van... Kijk, het was meneer de vorige CEO, Dirk Tiret, die van plan was om te gaan herstructureren en dat men dat eigenlijk niet zo graag zag zitten. En dat men om die reden ook ervoor gezorgd heeft dat die er vandaag niet meer is. Want als ik mevrouw Rotiers goed gehoord heb, en ik citeer... Twee medewerkers hebben actief contact gehad met de uitgevers. Betrokkenen maakten geen melding van hun contacten tot forensisch onderzoek dit aantoonde. Correct, het gaat om twee mensen. Maar toch zegt u, mevrouw Hanaar, we hebben direct gereageerd en drie mensen uitgezet, crisismanagement, autoriteiten ingelicht. Dus ik begrijp het goed dat meneer Tiret geen contact had met de uitgevers, niet afwist of geen actieve rol speelde in die tripartite. Wat was dan de fout die jullie hem aanrekenden in deze? En kan u tegenspreken dat de reden was dat hij verwijderd werd, omdat hij voorstellen had gemaakt om naar een herstructurering te gaan? Want als ik meneer Donville vandaag hoor en de toekomstplannen voor Bipost, dan heb ik toch goed geluisterd dat er geen plannen op tafel liggen om te gaan herstructureren. Men had gesproken over 6.500 banen die zouden moeten vertrekken. Dat is het maximum, dat is een groot getal. Misschien iets minder, maar toch heb ik daar vandaag niets van gelezen. Dus de kwaadtongen zullen zeggen van inderdaad, het is gelukt. We hebben Tiret aan de exit gezet en het plan is dus de frigo in. En sommigen zeggen, ja, dat is natuurlijk waarom dat u meneer Magnet hebt gezien. Omdat hij natuurlijk mordicus tegen ontslagen is. Dus dan wil ik weten hoe dat u daar tegenover staat. Tweede punt is het feit dat u gezegd hebt een aantal keer het woord transparantie is gevallen. We gaan naar volledige transparantie. En ik applaudisseer u. Ik bedank u voor het feit dat u volledige transparantie wilt geven. En kan u mij dan ook de datum geven waarop dat jullie die interne audit in volledige transparantie zullen delen met dit parlement? U weet natuurlijk ook dat dit parlement documenten achter gesloten deuren mag ontvangen of kan ontvangen. U weet ook dat als er commercieel belangrijke informatie in staat, dat u die cijfers ook kan doorhalen. We moeten geen exacte cijfers kunnen zien van bepaalde contracten. Uiteraard, wat betreft het krantencontract, is dat minder belangrijk, want die gunning is niet meer actief. Maar dan nog, het kan achter gesloten deuren. En ik wil dan ook weten, in het kader van de volledige transparantie die u hier belooft, wanneer wij dat mogen ontvangen. Maar wat ik wel al wil weten is, u hebt Bipost zou dat document gedeeld hebben met de pers. Klopt die informatie? Kan u mij bevestigen dat jullie de interne audit al hebben meegedeeld aan een aantal journalisten? En wat ik wil weten is, hebben jullie dat in zijn geheel of partieel gedeeld met een aantal journalisten? En ook het kabinet Ter Magne heeft bevestigd op mijn vragen dat zij zo'n kopie heeft ontvangen. De vraag natuurlijk is, klopt dat? Wie heeft dat doorgestuurd naar meneer Ter Magne? Was u dat zelf? Was dat iemand anders? En waarom vond u het opportun om net meneer Ter Magne dat document door te sturen? Uiteraard, ik maak een grapje als ik zeg, als ik vraag naar die datum van wanneer dat we die interne audit zullen krijgen. Want u bent er niet op ingegaan. Ook al hadden wij daar een vraag bij het begin van de sessie van de collega van de VLD. Dus ik ga ervan uit dat wij die interne audit niet krijgen. En vandaar de vraag, hoe kan u uitleggen dat de pers daar wel inzage in heeft, dat de uitvoerende macht daar wel inzage in heeft, namelijk meneer Ter Magne van de PS uiteraard, maar waarom het parlement dat document nog niet heeft gekregen? Dat is toch wel een belangrijke. Ik kom dan tot die audit zelf. Dat is uitgevoerd door twee advocatenkantoren. Twee advocatenkantoren.
hoe neutraal zijn die in deze? Ik weet niet of die zo neutraal zijn, want dat zijn de huisadvocaten van Bpost. Dus dat betekent, dat zijn ook de mensen die mee hebben geschreven aan dat krantencontract. En een aantal namen wil ik u toch meegeven, is mevrouw Sophie de Schrever. Zij is directeur van regelgeving bij jullie. En zij was ook belast met de opvolging van het krantendossier. Volgens wat we gelezen hebben in de pers stond zij dus ook in contact met het kabinet van Dermagne. Dus Sophie de Schrever is actief betrokken bij het krantencontract. En wat blijkt, dat Jones Day, een van de twee advocatenkantoren die het interne audit heeft gevoerd, dat daar Ivan de Smet dat gedaan heeft. En dat is de schoonbroer van diezelfde Sophie de Schrever. En dan was er een tweede kantoor, Ubelius, want je zou kunnen zeggen, goed, we hebben twee kantoren. Eén kantoor, er zijn misschien wat familiale linken, maar we hebben er een tweede. En wat blijkt, ook daar hebben we een probleem. Want Valérie van den Panhuizen, dat is de directeur compliance, die belast was met die interne audit ook. Ja, haar echtgenote is Jeroen Delvoye. En die is partner bij Ubelius. Dus u bent er toch wel in geslaagd om twee advocatenkantoren onder de arm te nemen die allebei nauwe familiebanden hebben met belangrijke personen, ja, sleutelpersonen die in heel deze zaak betrokken zijn. En uw woordvoerder heeft daarover gezegd, en ik citeer, van meet af aan werden maatregelen genomen om elke schijn van partijdigheid te vermijden. Van meet af aan. In het Frans zeggen ze, vous nous prenez pour des cons. Hè? Ik bedoel, je hebt hier familie van belangrijke sleutelpersonen die dat onderzoek zelf gaan voeren. Welke schijn of welke maatregelen hebben jullie genomen om elke schijn van partijdigheid te vermijden? Als je elke schijn van partijdigheid wilt vermijden, dan geef je dat aan een ander advocatenkantoor. En vandaar de vraag, was u op de hoogte van die familiebanden toen die interne audit werd opgestart, ja of nee? Vond u dat persoonlijk een goed idee? En als u zegt, nee, ik wist dat niet, ik heb het pas later vernomen, dan wil ik weten, staat u nog altijd achter die audit? Vindt u dat die audit inderdaad geen enkele schijn van partijdigheid heeft? Hoe kunnen we dat aan de bevolking toch wijsmaken dat hier in alle eerlijkheid, onafhankelijkheid, die audit is gevoerd? Ik kom bij puntje 4 op mijn lijst. De 679-rekeningen, de nummerplaten. U hebt laten uitschijnen dat jullie, en uw woordvoerders heeft dat ook gezegd, wij hebben het boetekleed aangetrokken en wij zijn volledig door alle contracten heen gegaan. En mijn vraag is dat effectief spontaan gebeurd? Hebben jullie intern beslist, wij gaan dat nu doen? Of zou het toch niet komen omdat jullie daartoe gedwongen waren? Omdat er op een bepaald ogenblik een vogeltje is beginnen zingen. En iemand die verderfelijke praktijken uit het verleden dreigde bekend te maken. Waardoor dat jullie zeiden van, shit, we're busted. En we zouden toch best snel zelf naar buiten willen komen. Dus daar is mijn vraag, is dat spontaan gebeurd? Of werden jullie ertoe gedwongen? Ik stel de vraag een tweede keer, want ik denk dat jullie het antwoord kennen. En ik hoop dat ik het ook krijg, want ik ga straks anders laten weten welke informatie ik hierover beschik. En dan het laatste punt gaat over de mogelijke beïnvloeding van het contract. En we hebben daar een aantal berichten gelezen in de pers, sms'en. En ik zou graag twee daarvan willen citeren en vragen mevrouw de voorzitter hoe dat ik dat moet begrijpen. Op een bepaald ogenblik schrijft u, I should probably not share here. En dan legt u uit welk contact u gehad heeft met het kabinet. Kan u uitleggen waarom u schreef, I should probably not share here? Wat moeten we daarin begrijpen? Waarom niet? Why shouldn't you share? Of een bepaald ogenblik schrijft u een bericht, we zullen Dermagne moeten bedanken, hij zet veel op het spel. Wel, waarom moeten we hem bedanken? Wat zette hij juist op het spel? Het zijn toch wel intrigerende boodschappen. En ik weet, we gaan zeggen van, kijk, dat komt van iemand die ontslagen is, die kwaad is. Maar goed, die berichten zijn er, dus we mogen wel vragen waarover het gaat. En een ander belangrijk punt, ik citeer mevrouw Rotiers. U zegt, kijk, er waren vragen over contacten tussen de voorzitter enerzijds en het kabinet anderzijds. En u zegt, de punten van onderzoek over de contacten gingen over maart, april 22 en de lente 22. En we hebben daar geen onregelmatigheden gevonden. Dat hebt u gezegd.
Maar belangrijker is wat u niet gezegd hebt en welke datum u niet hebt aangekaart. En ik stel mij de vraag, waarom hebt u dat niet aangekaart? Het gaat, u weet het, oktober 21. Want tijdens die periode liep de aanbesteding nog. En de wet op de concessieovereenkomsten, artikel 31 over vertrouwelijkheid, is daar toch wel vrij duidelijk in. Namelijk, er mag geen contact zijn met één van de betrokken partijen en al zeker niet met die partij die de aanbestedende overheid is. Dus ik heb u daar niet over gehoord. Waarom? En ik heb hier ook een mail van het kabinet Termanje aan een journalist. En het gaat specifiek over die contacten. En de journalist wilde weten van leg nu eens uit hoe dat zit met die verschillende contacten. Die van juni 22 en lente 22. We weten dat toen in een niet verdachte periode is. Goed, ik ga daar niet overheen, maar ik ga heel specifiek over die periode van oktober 21. En ik citeer, vraag bipost aan kabinet. Tussen aanhalingstekens, AH/CS. AH, ik veronderstel dat er maar één AH rondloopt in de Raad van Bestuur en dat u bent mevrouw Hanaar. Dus ik neem aan dat AH Audrey Hanaar is en CS Christophe Soil. En de mail stelt vraag van bipost Audrey Hanaar aan Christophe Soil. Bipost stelt aan de kabinetchef van minister Dermagne een vraag over de interpretatie van de parameters van het lastenboek van de nieuwe concessie voor kranten en tijdschriften. De kabinetchef verzoekt Bipost contact op te nemen met de FOD Economie. Vervolgens heeft er een uitwisseling plaats enzovoort via de geëikte kanalen het Forum. Maar wat zegt het kabinet Dermagne, namens dat is Laurent Teerlinck, kabinet Dermagne zegt dat er effectief een vraag was van u, AH, aan hen, over de interpretatie van de parameters. Natuurlijk, u weet, in een concessie, er zijn verschillende regels. Zelfs een vraag stellen op het moment dat die concessie loopt, moet gebeuren via een publiek forum, zodat iedereen over dezelfde informatie beschikt, zowel de vraag als het antwoord. Wij zijn hier het parlement, wij zijn eigenlijk experts in het stellen van vragen die kunnen beïnvloeden. Bijvoorbeeld, maar wij mogen dat. Ik stel vaak een vraag aan minister. Denkt u niet dat het beter is dat dit en dit en dat? Zou het geen goed idee zijn dit en dat? Dus ook via een vraagstelling kan je natuurlijk beïnvloeden. En net om die reden bestaat er die wetgeving van de concessieovereenkomsten rond de vertrouwelijkheid. Vragen stel je via een publiek forum, zodat iedereen zowel de vraag als het antwoord kan lezen. Meneer Freilich, als ik mag, wat u vertelt is zeer interessant, maar ik rond af, meneer de voorzitter. Het is tijd af te ronden, ja, alsjeblieft. Ik rond af. Dus met andere woorden, zitten we hier toch met een probleem, want de specifieke wetgeving rond de vertrouwelijkheid lijkt mij in deze geval niet gerespecteerd te zijn. En ik wil graag horen van u hoe dat komt. Of dat u denkt dat dat een probleem was. En van mevrouw Rotiers, hoe dat het komt dat u dit onderdeel niet hebt vermeld in uw toch wel heel uitgebreide presentatie. Dank u wel, tot daar. Dank u wel. We staan mij ook toe. Het is heel moeilijk om dat in 2-3 minuten te doen. Het is een belangrijk onderwerp. Eerst ook te denken en mijn aan de vele 36.000 medewerkers van het bedrijf die ook mij contacteren, die bijzonder gefrustreerd zijn. En ja, ook voor mij is dat bijzonder moeilijk. Ik zit hier als parlementslid. Sommigen denken dat dit voor mij makkelijk is, dat ik het graag doe. Nee, dat is niet leuk. Kan ik u echt mededelen. Hè? Ik bedoel, we hebben allemaal een taak en wij doen wat we kunnen om onze kiezers ook te vertegenwoordigen. Dus ik wou dit toch nog van persoonlijke nood ook meegeven. En dan wat betreft wat we gehoord hebben. Mevrouw Hanaar, sorry, maar u overtuigt niet. U hebt denk ik de kans gekregen om een aantal duidelijke antwoorden te geven op de vragen. En we hebben heel veel zaken niet gehoord. Ik ga ze even ook opsommen. Over waarom alleen een magnet gezien hebt van alle partijvoorzitters, daar heb ik geen antwoord op gehoord. In de pers heb ik wel gelezen van een van de medewerkers, van de woordvoerders, dat het was omdat de PS heel veel belang hecht aan tewerkstelling. Wat correct is, dat is waar. Maar mijn voorzitter en ik veronderstel dat Georges-Louis Boucher en ik veronderstel de Ecolo evenzeer belang hecht aan tewerkstelling. En dus ja, lijkt het dat men vanuit Bipost zich niet zo politiek neutraal opstelt als men zegt van het is die partij waarvoor dat er wel een uitzondering wordt gemaakt. Dan over de WhatsApps. Ik heb u gevraagd wat bedoelt u met I should probably not share this? Of wat bedoelt u met we zullen Dermagne moeten bedanken, hij zet veel op het spel. Wat zet hij op het spel? Ik heb u gevraagd
Bipos zegt dat het boetekleed heeft aangetrokken. Is dat spontaan gebeurd of is dat gebeurd omdat er druk was? Ik heb u twee keer die vraag gesteld. Ik weet nu dat de Raad van Bestuur ook al op de hoogte is gesteld een paar maanden voor jullie daarmee naar buiten zijn gekomen. Dus het verhaal van Bipos, wij gaan hier zelf boetekleed aantrekken en wij hebben die 679-rekening, wij hebben die nummerplaten, dat al eerder bekend is door een spijtoptant die de informatie nu deelt. Dus het is spijtig dat u dat zelf niet hebt gezegd. Wist u af van de familieband bij de advocaten? U hebt daar niet op geantwoord. Mevrouw Rottiers heeft gezegd dat er weet was van één familieband. Ik heb er twee opgenoemd. Maar de vraag was aan u, mevrouw Hanaar. Als u dat wist, hebt u dan niet gezegd, dit kan niet? Men heeft gezegd, we gaan er alles aan doen om elke schijn van partijdigheid te weren. Wel, het is toch zo duidelijk dat dit alles schijn geeft van partijdigheid te zijn. Waarom hebt u dan niet gezegd, dit kunnen we toch niet maken? Onze eigen huisadvocaat zet daar een externe partij op. Ik vroeg u of Bipost de interne audit had gedeeld met de pers. Geen antwoord gekregen. Of dat u die gedeeld had met Dermagne. Wie dat aan Dermagne hebt gegeven? Bent u dat geweest? En hoe komt het dat er anderen dat niet hebben gekregen? Wat betreft de audit, u zegt, we gaan enkel de conclusies bekendmaken met het parlement. Sorry, maar dat is zeker niet voldoende. En u hebt gezegd, we kunnen het niet delen, want we mogen het niet publiek maken. Dat klopt. Publiek, we vragen niet dat het publiek wordt gemaakt. We vragen dat het intern met het parlement in de dataroom in zijn volledigheid komt. Want dat is net het forum dat wij hier hebben, waarbij je een document toch niet publiek moet maken, maar wel de mogelijkheid geeft aan anderen om daar in hun volledigheid te gaan zien wat erin staat. Dus ik blijf erop bij dat wij dit in zijn volledigheid moeten zien. Want anders zullen er altijd vragen gesteld blijven. Waarom mogen we dat niet zien? Wat mogen we niet zien? De journalisten die Bipost heeft uitgenodigd om die interne audit te zien, die hebben ook maar deels gezien. En die hebben zich ook vragen gesteld. Waarom krijgen we dit niet? Waarom krijgen we dat niet? En dan krijg je net dat soort van vragen die u net wil vermijden. En dan, mevrouw Rottiers heeft gezegd, en ik denk dat toch dat het de crux is nu van de zaak, over uw contacten in oktober of november 21. Mevrouw Rottiers zegt, daar is niets onwettigs gebeurd. Hè? Wel, ik verwijs u naar de wet die u waarschijnlijk kent. Dat is de wet van 17 juni 2016, betreffende de concessieovereenkomsten. Wat zegt die wet? Artikel 31, vertrouwelijkheid. Zolang de aanbesteder geen beslissing heeft genomen over de gunning van de concessie, hebben de kandidaten en de deelnemers geen toegang tot documenten van de aanbesteder. En artikel 32, onverminderd, dat artikel, maken de aanbesteders voor elke mededeling en uitwisseling van informatie tussen de ondernemers, kandidaten, gebruik van elektronische middelen, tenzij in de door de koning bepaalde gevallen. En de gekozen communicatiemiddelen moeten algemeen beschikbaar en niet discriminerend zijn. Dus dat betekent, als mevrouw Rottiers zegt, er was een onduidelijkheid en u wil die onduidelijkheid wegnemen, ja, dan betekent het dat de andere partij, PPP, wel met die onduidelijkheid moet zitten. Er zijn een aantal regels. Die regels zijn gewoon neergeschreven. Dat zijn artikels. Je kunt dat niet op twee manieren interpreteren. Ik herhaal, er staat bij, onverminderd maken de aanbesteders voor elke mededeling en uitwisseling gebruik van de elektronische middelen. Dat is hier in deze niet gebeurd. U kan het draaien of keren hoe het wil. En u hebt nadien zelf gecommuniceerd daarover in die sms'jes naar directeur. En daarin zegt u, bevestiging dat brief met vragen rond kwaliteit mag vertrekken en de nodige aandacht zal krijgen. Dus u weet al, dit gaat de nodige aandacht krijgen. Het gaat over een brief, niet de geëikte kanalen. En nadien, toen bleek dat het geen effect had, want nogmaals, of dat het nu lukt of niet, wat dat men probeert te doen, is onbelangrijk. Het feit dat men via een niet geëikt kanaal werkt, dat is het probleem. En daar schreef u dat u extreem verrast en teleurgesteld bent door het antwoord dat we kregen. En ik informeer, zoals ik goed had begrepen, was dit onder controle. Dus dat toont toch aan dat u daar contacten mee had, dat men u zei, komt in orde. Dus als ik heel de conclusie nu neem, u hebt de kans gehad en gekregen om duidelijkheid te verschaffen. U hebt op heel veel vragen niet geantwoord. Het versterkt de vermoedens dat u nog altijd een aantal zaken niet wil delen. En ja, hoe dikwijls krijgt u de kans om naar het parlement te komen en alle collega's te overtuigen? Ik heb hier ook van andere collega's heel scherpe bewoordingen gehoord. Mijn conclusie is, u zegt transparantie, u zegt ook
On prend notre responsabilité, toute la lumière. Ik zie dat niet. Ik zie nog altijd niet dat men dat geeft nu. En voor mij is de conclusie eigenlijk vrij simpel. Laten we naar een externe audit gaan. Niet eentje die u kunt bestellen bij familieleden of bekenden. Iemand die geen contact heeft gehad in het verleden. En neem tot die tijd even een stap terug als voorzitter van de Raad van Bestuur, samen met de andere personen, waaronder mevrouw Rotiers, die nu zeggen dat er geen vuiltje aan de lucht is. Want ik denk dat dat de enige manier is om bij het brede publiek aan te tonen dat u het serieus neemt. En zo, dit is mijn afronding bij deze. Ik vind dat als we de bevolking willen aantonen dat we het echt serieus menen, dan gaan we een externe audit laten uitvoeren door een neutrale partij. En gezien de vele vragen over uw betrokkenheid en uw contacten, dat u best tijdelijk een stap opzij neemt totdat er meer duidelijkheid is. Dank u wel.